Yo, what up gasten? Welkom bij deze nieuwe video hier op Banjo Town. Vandaag een video met een lekker zonnetje. Misschien denk je bij jezelf, Bardo, het is een lekker zonnetje. Waarom zit je überhaupt binnen en niet buiten? Nou, dat is omdat ik de hele dag buiten heb gezeten en ik dacht bij mezelf, fuck it, er moet ook een keer iets gedaan worden op een dag. En dat is dan dus vandaag even een keer een video maken. Ik heb weer allemaal reacties hier naast me staan van jullie, die gaan we lekker doornemen. En wat is nu handig om te vertellen, zit ik te denken, niet... Oh ja, natuurlijk, Biopia, maar dat zit ook tussen de vragen, bedenk ik me, dus ik hoef dat niet te vertellen. We beginnen gewoon bij de eerste reactie, we kijken waar we uit gaan komen. De eerste reactie is van Ramon Luigi en die gozer die me heeft te melden. Ik heb een fanfictie gestuurd in geïrriteerd gezichtje. Ramon Luigi, geen zorgen... Alle fanfictie is binnen. Ik kan je vertellen, in de afgelopen week hebben wij in totaal 100 tot 150 fanfictie verhalen ontvangen. Er zijn nu zoveel fanfictie verhalen dat we eigenlijk voor de aankomende 3-4 jaar genoeg fanfictie verhalen hebben. En dat is een beetje het verneukte. We zijn nu echt, we proberen zoveel mogelijk originele shit te sturen naar ons. 7400 AX Deventer postbus 903. Daar kan je bijvoorbeeld dingen heen sturen die we kunnen gebruiken als fanmail. We hebben fanart nodig. Alleen qua fanfictie, we hebben zo belachelijk veel dat we echt moeten kijken hoe we dit oplossen. We kunnen gewoon een 500 miljoen boeken maken van alle fanfictie dingen die we hebben ontvangen. Dus dat is ziek. Volgende reactie van Quinwin. Quinwin die heeft te melden: waarom zit er een Instagram filtertje overheen bij de Banjo Studio items? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik weet eigenlijk wel. Het is heel simpel. Omdat we de backlight hebben uitgezet, wouden we gaan kijken met nieuwe filtermogelijkheden. Of dat leuk was. Dus ja, ik snap het Instagram filtertje en die zit er nog heel even overheen. Sorry. Misschien denken ook heel veel mensen vandaag wel, Bardo, het is een lekker warme dag. Wat doe jij op een lekker warme dag? Nou, op een lekker warme dag, nogmaals, zit ik dus buiten te schrijven eigenlijk. En dan denk ik misschien bezig te schrijven, Bardo. Normale mensen gaan naar een zwembad op een warme dag. Nou, check sowieso mijn afvalvideo. Dan snap je direct waarom ik nooit bij het zwembad te vinden ben. En waarom dat schrijven vandaag? Simpelweg omdat het lekker weer is. Je kan lekker even zitten, buiten, blikje Red Bull, zonnebrilletje op. En schrijven, logisch nadenken, rustig nadenken, zoals het hoort. Dat is zo relaxed. Ik heb hier bijvoorbeeld, heel weinig mensen zullen dat weten, maar dit is de map van de 10 don'ts. Er staan ook 10 don'ts op. En hier zitten dan alle scripts in van alle 10 don'ts. En dit is eigenlijk allemaal, ja, ik heb hier trouwens een 10 don'ts die we niet hebben opgenomen. 10 don'ts bij de koning. Dat vond ik een hele mooie. Oh, 10 don'ts in Pokémon. 10 don'ts tijdens een zombie apocalypse. 10 don'ts tijdens een drugsdeal. En dit zijn allemaal dingen die ik dus heb uitgeschreven. Lekker chillen ergens. En dan pennen. En wat is dan het leuke hieraan? Ik ben bezig met heel veel nieuwe dingen. Want de 10 don'ts serie stopt over 2 weken. En dan moet ik iets nieuws hebben. En ik ben nu bezig, en dat is wel heel cool, met een video die heet Vampieren hebben ook gevoelens. En ik ga niet helemaal vertellen wat er gebeurt in die video, want dan spoiler ik de hele boel en dan hoef je die hele video niet meer te zien. Maar wat er ongeveer gebeurt is, een vampier die wil een meisje gaan bijten, want dat doen vampieren. Alleen wat de vampier niet weet is dat het meisje AIDS heeft. Ik vond het zo grappig dat als vampier dat meisje bijt in haar bloed, dan heeft de vampier AIDS. En dan is een meisje een vampier en de vampier die heeft AIDS. Nou, dat is alles wat ik jullie vertel over dat idee. Vampieren hebben ook gevoelens. Prachtig idee. Volgende is van Random TV. Bardo, zo nieuw is dat nummer nou ook weer niet. Ik ken hem al een tijdje. Dat had hij gereageerd op Olé Olé bij Thomas. En ja, sorry Random TV, hier had ik rekening mee moeten houden dat jij dat nummer al had gekeken. De videoclip is afgelopen week uitgekomen. Dus heel veel mensen zien hem nu voor het eerst, maar dat Random TV. Random TV, die kent het liedje al eerder dan iedereen, dus had ik echt even moeten vermelden dat Random TV, ik zeg het gewoon nog een keer, die kende de video al. Het is heel belangrijk, ja, dat we dat duidelijk maken en iedereen dat Random TV dat ding wel kent. Ik vind het zo mooi van die hipster reacties, van wat moet je hierop reageren? Weet je, fucking hipsters. Volgende dan, Dylan de Kloet. Dylan de Kloet, noem ik hem gewoon. Dylan de Kloet. Doe je nog wel Minecraft, Bardo? Ja, ik ben bezig met Minecraft. Alleen jongens, ik heb afgelopen week 3 keer echt 2 à 3 uur ervoor gezeten. En ik weet niet hoe die mensen, Jordi, Rick, Vincent, Yuri, die gameplay renderen. Maar nogmaals, deze video's die hierin zitten, echte video's, dat is mijn pakje Jan. Gameplay is niet mijn pakje Jan. En ik word zo ongelooflijk boos van het monteren van Biopia.
En weet je wat het ding is? Als ik iets doe als Banjopia, dan gaat mijn motivatie ook naar beneden. En daarom was vandaag de keuze van wat ga ik doen? Of Banjopia weer monteren of ik ga deze video opnemen. En dan koos ik voor deze video. Want ik vind dit veel leuker dan Banjopia monteren, want het gaat zo fout. Het gaat zo fout. Banjopia komt eraan, ik weet niet wanneer, maar het gaat zo fout. Het is... Ja, ik zou het niet zeggen, want we hebben echt heel veel verklaard. De hele serie is klaar, alleen het renderen is zo hatelijk. Oh, wie verzint dat nou? Pien de Vries zegt, geen Breek de Week. Jawel Pien de Vries, wel Breek de Week. En ik moet zeggen, ik hou van jouw Adventure Time plaatje. Adventure Time, de gekste, coole serie. Ja, Breek de Week loopt gewoon door, dames en heren. Dat is elke woensdag. We hebben zoveel leuke opdrachten ook. En ik weet, dinsdag gaan we een hele nieuwe lading opnemen voor Breek de Week. En wij hebben daar zoveel leuke opdrachten van jullie nu bij gekregen die we er ook in gaan doen. Dus dat is geweldig. Volgende is dan van Esme Schee. Hoe de fuck kan Thomas Spaans? Nou, Thomas met de olé olé. Thomas die kan gewoon Spaans. Thomas is een van die mensen. Thomas Smaggen van Tennis. Dat is een van die mensen die dan aankomt met heel veel dingen waarvan jij denkt, hoe de fuck kan het dat hij dat weet? Nou, dat is Thomas. Dat is gewoon Thomas. Nou, Simon Koster die zegt, kuch kuch, nagaap van Cinebuddies. Ja, helaas moet ik je daar even tegenspreken, Simon Koster. Koster. Simon. Oh, wow, die naam Bardo. Simon Koster. Sorry man, het is niet nagaat van Cinebuddies. Wat wij eigenlijk dachten bij Banjotown is, wij willen dagelijks weer voor jullie items kunnen verzinnen. Die eigenlijk gewoon zoals een soort website zijn. Weet je wel, websites hebben dat ook. Dagelijks een vet artikel ergens van. Hebben wij ook alleen in videovorm. En daarnaast, als we het gejat zouden hebben, dan hadden we het eigenlijk gejat van Eagle 3. Die heeft nu ook zo'n podcast, Raylan Johnson op zijn kanaal. Die podcast vind ik niet heel leuk, omdat ik Eagle 3 leuker vond dan Raylan Johnson. Ja, ik ga niet eens uitleggen. Volgende reactie. Roel de Jong, beetje nagaat van Good Mythical Morning, dit soort filmpjes. Ja, dat zo kan je het ook zien, ja. Good Mythical Morning doet exact hetzelfde, heeft twee gasten aan de tafel. Cinebuddies heeft twee gasten aan de tafel. Eagle 3 heeft twee gasten aan de tafel. En ik weet, Cinebuddies hier kijken heel veel Red & Link. Ik weet niet tot in hoeverre dat wat is, maar het punt wat ik wil maken eigenlijk hiermee is, jongens, hou op met zeiken over dat dingen gejat is. Wij pakken iets, we proberen hier ons eigen ding van te maken. En hoe meer mensen gaan zeiken over dat lijkt op Cinebuddies, hoe minder onze motivatie wordt en hoe eerder Banjotown stopt. Dat is een hele logische redenering. En nogmaals, Roel de Jong, Good Mythical Morning, ik vind het een geweldige serie. Ik kijk het wel eens van Red & Link en die zeggen gewoon geweldig. Dat als wij ooit Mythical Morning worden, nou dan ben ik godsfiguurlijk blij, maar daar ga ik niet van uit. Dus ja, het is eigenlijk net zo goed als zeggen, ja, je hebt de gameplay gejat van Dus David Games of Toby Games of PewDiePie. Net zo goed als dat 4 jaar geleden iedereen zei, jij hebt de vlog gejat van Shane Dawson, Raylan Johnson. Dat gezeik, hou er eens over op en ga gewoon bij jezelf denken, wat cool dat ze dit doen bij Banjotown, ze hebben een eigen studio, wat vet. Ik ga vaker kijken, dat is gewoon leuk. Volgende is van Cookie Gaming, hoi Banjotown, please weer eens Rick, Jordi en Bardo in Horror Games spelen, bijvoorbeeld Slender Turbies. Dat waren echt leuke afleveringen. Toevallig afgelopen week, Juri is nu vandaag toevallig net terug, eigenlijk toevallig vandaag net helemaal teruggekomen, Juri, mooi man. En Juri die bracht het heel mooi samen. Banjotown mist de spontaniteit. De spontaniteit ontbreekt een beetje bij Banjotown. En daar heb ik toevallig afgelopen week met iedereen over gepraat. En die komt terug. Dit soort video's komen terug. Goed duimpje voor die video's die terugkomen. Volgende dan. Kunnen jullie een keer... Ja, we zijn een keer. Dus echt. Roel H20 zegt. Kunnen jullie misschien een keer een studio tour doen. Jazeker, Roel. Bardo, kom op! Die kunnen we zeker weten doen en die gaat er ook zeker weten aankomen. We gaan nu nog door tot en met eind juli met de Banjo Studio items en dan gaan we kijken wat we gaan doen. Ik ben heel benieuwd, wat vinden jullie? Vinden jullie de Banjo Studio items cool? Willen jullie dat we daar verder gaan met Banjopia en de weekplanning? De dinsdagtip komt trouwens ook dinsdag terug door middel van Jordi. Ah, Jordi, pagas naar Jordi. Ja, die duurt, brengt dinsdag de dinsdagtip terug zoals we hadden beloofd. Dus dat is super cool. Er komen heel veel vette dingen aan. En ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd. Wat vinden jullie van de Banjo Studio? Willen jullie daar meer van zien? En ik heb hier nu nog ergens
een aantekening. Fanart, Rock the Mart, fanfictie is tering populair. Dat zijn serieus mijn aantekeningen hier. En hiermee is dus alles verteld. Banjopia ligt nog altijd op de montageplank. Ik doe mijn best voor jullie. Banjo Studio Tour Item komt eraan met het hele kantoor van Banjo Town erbij. Wij zitten daar tot en met eind juni. Dus verwacht dat item eind juni. Dinsdag komt de dinsdag tip terug met Jordi. En jongens, ik ben heel erg benieuwd. Laat vooral weten, wat vinden jullie van de Banjo Studio items? Willen jullie meer of minder daarvan? Zouden jullie eigenlijk zoiets hebben van flikker maar op met die hele studio, het boeit ons niet? Of hebben jullie zoiets van doe maar gewoon wel, want ik vind die items leuk. Dagelijks om 12 uur iets kunnen kijken wat elke dag terugkomt is fucking gruwelijk. Laat me vooral weten in de reactie hier beneden. Jongens, bedankt voor het kijken en het reageren. Hopelijk ben ik er volgende week weer als ik niet aan het wegsmelten ben in de zon. En bedankt dat jullie ook begrijpen wat ik hier allemaal vertel over met name deze scripts. Ik ben zo verliefd geworden op Banjo Movies de afgelopen weken. Ik wil gewoon alleen maar video's blijven produceren. Terwijl ik deze hele video eigenlijk alleen maar keek als een Chinees. Zo, tegen de kutzon die wel lekker is. Wow, ik ga lekker in de zon. Bedankt voor het kijken en ik check jullie. Later! Banjo!